Welkom in het laatste filmpje van de versnelde bewegingen. En dan gaan we nog kijken naar de eenparig cirkelvormige beweging. We hebben hier bijvoorbeeld zo'n ferriswiel of een reuzenrad. En dat draait rond, zullen we zeggen, met een constante snelheid. En dus als we erin zitten dat dat heel zo rustig ronddraait, dan is de snelheid die dit bakje hier heeft gelijk aan de snelheid die dit bakje daar heeft. En gelijk aan de snelheid die het bakje daar heeft, of als dit bakje daar is en daar is, gaat die snelheid altijd dezelfde zijn. Tenminste in grootte of in waarde. Daarentegen gaat die wel ook van richting veranderen. En dus de vector die is wel duidelijk aan het veranderen. Dus kracht en bijhorende verstelling gaan er ook zijn naar het middelpunt. Want als dat voor naar daar, hier naar boven gaat, ja volgens de eerste wet van Newton moet dat gewoon rechtdoor blijven gaan. Dus je moet er een kracht aan opzij trekken, of een versnelling. En is er dus een versnelling die steeds naar het middelpunt gericht is. Dat spreken we van een centripetale, en vandaar is uh, CP, of middelpunt zoekend, je zou ook MZ kunnen zetten, voor dus de versnelling, maar ook voor de kracht die erbij hoort. Nou ah ja, want de resultante kracht, dus FCP, de resultante kracht van uh, cirkelbeweging, is dus gelijk aan de massa, maal de versnelling naar het centrum toe. Dan spreken we in dit geval van een eenparig cirkelvormige beweging. Er bestaan ook niet eenparig cirkelvormige bewegingen. Namelijk deze hamerslingeraar. Dus zou kunnen dat hij een, een ECB beschrijft. Maar meestal gaat hij altijd harder en harder en harder ronddraaien om zo ver mogelijk te geraken. Dus gaat hij steeds sneller, die snelheid gaat toenemen. En als dat toeneemt, ja, dan is ACP niet meer naar het middelpunt gericht. Want ook, er zal ook een versnelling zijn, volgen ze snelheid mee. De snelheid verandert dus ook van richting en van grootte. Dus zal er niet alleen een versnelling middelpunt zijn, maar ook een langs de snelheid mee. Maar daar gaan we geen oefeningen van maken. Je moet gewoon weten dat dat bestaat. De tijd nodig voor zo'n één beweging noemen we de periode. Dat is tijd om een ene keer volledig rond te gaan. De hoek waarover tijdens een bepaalde tijd bewogen wordt, noemen we de hoekverplaatsing. Het tempo van die hoekverandering noemen we de hoeksnelheid. Dat is hoeveel de verplaatsing is in een bepaalde tijd. Nu, bij een ECB, of een paar cirkel beweging, is die hoeksnelheid constant. Nou ah ja, we gaan niet altijd sneller en sneller ronddraaien. We blijven met hetzelfde tempo. Dus de periode is de grote T als symbool niet te verwarren met de grote T die we ook gebruiken voor temperatuur van Kelvin. Dus een beetje verwarrend, let er goed op welke dat we gebruiken. De eenheid is seconde met het symbool S. De hoek verplaatsen is delta theta, ook hier weer, niet verwarren met het symbool voor temperatuur in Celsius. En de eenheid is in graden, van hoekgraden dan, en het symbool is dat bolletje. En de hoeksnelheid is dus de omega, dat is de Griekse kleine letter omega, is de verandering van de hoek in de tijd, en dat is graden per seconde. Dus met andere woorden, de hoeksnelheid kan 360 graden gedeeld door de periode zijn, dat is wanneer we dus de Volledige omwenteling hebben, en dat is de tijd van een volledige omwenteling. We hebben drie terug ons reusrad. Een punt verplaatst zich langs de omtrek. De snelheid gaat zo, maar dat kaartje zelf gaat deze weg volgen. Dat is de weg L. L is de afgelegde weg. Dan kunnen we zeggen: afgelegde weg is dus L in meter. Dan is de baansnelheid de afgelegde weg in meter, dus hoe snel we dus langs langsheen deze baan gaan, gedeeld door de tijd dus meter per seconde. Voor een volledige omwenteling zeggen we dan dat de afgelegde weg de tijd de afgelegde weg van een cirkel is. En de afgelegde weg van een cirkel, dus de volledige cirkelbaan rond, is 2pi maal de straal. En dan kunnen we dus ook zeggen dat v is de omega maal r, want 2pi is eigenlijk zelfs 360 graden, gedeeld door t is dus onze omega. Wat is bijvoorbeeld de hoeksnelheid van de aarde? aarde draait in één dag om haar as, dus de omgang is 360 graden gedeeld door de grootte t. 360 graden gedeeld door 86.400 seconden, dat is het aantal seconden in een dag, is 0,00417 graden per seconde. Wat is de baansnelheid van de aarde als de straal 6371 kilometer is? Wel, v is 2pi maal de straal van de aarde gedeeld door de periode. V is dus 2 pi maal 6371 maal 10 tot de derde. Vergeet die vergeet in meter om te zetten. Gedeeld door de periode, die is 86.400 seconden. En dan blijkt dat de baansnaid op de evenaar gelijk is aan 463 meter per seconde. Goed, dat was het voor het filmpje over de ECB.